allemaal materiaal wat we hebben binnengekregen bij de kringloopwinkel. En daar gaan we allemaal weer hele leuke dingen mee maken. Nou, dit is al af en dit is leuk als voorbeeld. Maar we hebben ook heel veel papier, stoffen, verf, naaigaren en dergelijke. Allemaal voor het creatief atelier. Waar ik daar alle kleine stukjes van maak en die knip ik dan of die bind ik dan rond de lamp. Op 26 september, dinsdagmiddag, hebben we in deze ruimte een opening, een officiële opening van het creatieve atelier en de dagbesteding.